staan vandaag in Brielen, in de Sint-Catharijnenkerk, waar de startersdag wordt georganiseerd voor startende ondernemers. En we gaan even een kijkje nemen. Maar we staan hier vandaag op de startersdagen. Voor mij ga je ook voor jezelf beginnen, of niet? Ja, dat klopt. In ieder geval, ik wil in januari voor mezelf gaan beginnen, is het plan. Wat ga je doen, als ik vragen mag? Ik wil trainer en coach worden, gaan doen, op het gebied van communicatie en vitaliteit. Op basis van mindfulness is het idee. Maar dit is waarschijnlijk iets wat je in het verleden al eerder hebt gedaan en waar je eigenlijk verder in wil ontplooien. Ja, dat klopt. Ik ben mindfulness trainer en ik heb gewerkt met coaching en trainingen. En ik dacht, ik ga het combineren. We staan hier in Brielen, naast de burgemeester aan de Rabobank. Tevreden zo op deze manier? Ja, ik vind het een erg geanimeerde bijeenkomst en de opkomst is hartstikke goed. Jullie hebben al meerdere startersdagen georganiseerd. Redelijke opkomst als ik het zo zie. Ja, hartstikke goed. Ja, de vorige startersbijeenkomsten waren wat kleinschaliger. We hebben echt gekoppeld aan bedrijfsbezoeken hier in de regio. Ja, dan heb je uiteraard wat minder mensen. Maar het enthousiasme is altijd erg groot. Zeker als we kijken denk naar de locatie. Ik denk dat voor Brielen een van de mooiste locaties om juist dit te organiseren. Ja, nou ja, deze kerk is zelf ook een beetje een startende kerk als evenementenkerk. Dus in die zin past het wel heel goed bij elkaar. Nee, het is heel belangrijk dat je gelegenheid biedt voor dit soort beurzen, dit soort bijeenkomsten. Want ja, startende ondernemers, die kunnen we echt goed gebruiken om voor in de putten. Ja. Er staan natuurlijk behoorlijk wat panden ook leeg natuurlijk. En ik denk dat het ook wel uitgesloten ruimte is om dit te kunnen doen. Ja, in Brielen staan gelukkig niet meer zoveel panden leeg. De economie is natuurlijk echt aangetrokken. Dat betekent dat er heel veel kansen liggen voor mensen die een goed idee hebben. Of die zeggen van nou, ik wil nu eens een keer voor mezelf werken. Omdat mijn levensomstandigheden nu dat makkelijker maken om dat met een eigen bedrijf te doen. Ja, en dan heb je echt in Brielen, maar ook in andere gemeentes op Voorne Putten heel veel mogelijkheden. En natuurlijk vaak wat jongere mensen. Is dat iets wat je hier voornamelijk meer terug ziet of in andere gemeentes? Nee, ik denk dat in al de gemeentes, laten we zeggen, de opkomst meestal wat jongere mensen zijn. Ik denk dat het belang van dit soort bijeenkomsten vooral is dat vooral jonge mensen hebben behoefte aan, laten we zeggen, netwerkcontacten. Die zetten vaak stappen voor de eerste keer in diverse branches. Nou, wat is dan handiger dat je zowel collega's starters ontmoet als ook partijen die je daarbij bij de eerste stappen kunnen helpen. Ik stond toevallig net met een paar andere reeds gestarte ondernemers te praten. Maar je ziet toch wel dat mensen toch vaak nog een keer komen netwerken. Ook een beetje buurt hier ook. Ja, maar dat is ook belangrijk. Zoals Ruud al zei, ondernemers hebben elkaar ook nodig. Kunnen elkaar heel vaak helpen. En zeker starters kunnen in het begin best wel even wat wijze raad van reeds ervaren ondernemers gebruiken. Plus een hele hoop bedrijven die gewoon ook ondernemers zelf weer ten dienste kunnen zijn. Om flitsende start te maken. Dus heel erg belangrijk dit soort bijeenkomsten. Ik denk dat ik hieruit op kan maken dat dit voor ons eigenlijk nogmaals georganiseerd gaat worden. Nou ja, wij proberen in Brielen al heel vaak ondernemerscontactmomenten te organiseren samen met ondernemersverenigingen. Ja, en dit, als dit een traditie wordt, wat mij betreft graag. Ja. Nou, we staan hier op de startersdagen, maar voor mij trekt het in ieder geval het hele land door. Ik neem aan dat jullie er ook bij zijn. Wij zijn er inderdaad bijna op heel veel plaatsen, laat het zo zeggen. Ja. Dus van Groningen tot Limburg zijn wij wel vertegenwoordigd op heel veel dagen. Ja. Zie je nou ook dat er toch wel verschil is qua publiek, opkomst en dergelijke? Ja, maar of het nou... je ziet verschil, want er is verschil. Maar de volgende keer kan het hier misschien ook 150 man zijn. En dat wisselt heel erg. En dat is niet regionaal of provincieafhankelijk. Nee. En als je kijkt naar bijvoorbeeld diensten die je probeert aan de man te brengen. Ik zie hier staan intellectual property. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Nee, wij zijn overheid. We zijn het kantoor voor merkregistraties in de Benelux. Dus iedere ondernemer heeft een merk. Alleen als je je merk wil beschermen, heb je een registratie nodig. En wij zijn het kantoor die dat regelt. Dus eigenlijk probeert u de ondernemers al een beetje te vertellen van... Hey, let op met octrooi en dergelijke. Klopt. Nou ja, een soort bewustmaking. Ik begrijp dat niet iedere starter gelijk zijn merk registreert. Het kost €248 voor 10 jaar. Dus dat,
Maar elke starter heeft zijn geld hard nodig en nog geen inkomsten. Dus je kan het ook over 2 jaar doen. Als je denkt, nu is het wel belangrijk om mijn naam te beschermen, want heel veel klanten kennen mij nu onder deze naam. Eventueel in combinatie met een logo, hè, dus mijn merk. En dan kan je hem ook registreren. Start een ondernemer of niet? Ja, eigenlijk wel. Vanaf 1 januari, officieel 1 april. Maar ik ben al vanaf 1 januari bezig met een administratiekantoor online. En bedrijfsadvies en financieringsadviezen ben ik mee bezig. Toch nog eventjes komen kijken of er nog wat extra informatie te halen is? Ja, en je weet het nooit. Ik had graag hier gestaan in zo'n stand. Maar de concurrent was me al voor. En, dus kijk ik nu gewoon rond om te praten ook met andere startende ondernemers. Zelf al eerder op startersdagen geweest? De laatste van de Rabobank. Bij Plant One ben ik geweest. We hebben een rondleiding in de fabriek gehad. Dat was heel interessant, Plant One. Ja. Circulaire economie was dat. Als je zelf kijkt naar het verleden, je bent voor jezelf begonnen. Echt wel op vooruit gegaan dat je zegt van, goh, hey, dit is echt wel iets wat ik eerder aan had moeten grijpen. Nou, er zitten natuurlijk, ik ben altijd in loondienst geweest, dus dan ben je wat risicomijdend. Als je achteraf terugkijkt, wat ik nu aan het doen ben, is hartstikke nieuw voor me. Hartstikke leuk ook, allemaal nieuwe dingen, dus dat vind ik hartstikke fijn. Maar het gaat uiteindelijk om geld verdienen en dat gaat nog niet zo hard. Een stukje ondernemerschap en er moet brood op de plank komen. Ja, zo is dat. En dat laatste heb je toch wel nodig om de vrouw tevreden te stellen in mijn geval.